Goedenavond, luisteraars. Het is weer de laatste vrijdag van de maand en dat betekent dat u weer luistert naar een uitzending van Kerkelijke Ontmoetingen via de kerktelefoon of het YouTube-kanaal van de hervormde gemeente Groot-Amers. Uw felicitaties en goede wensen gaan vanavond naar hen die in de maand september iets te vieren hadden en dat waren mevrouw G. de Vries Pruitenburg, opperstok 29, mevrouw B. Molenaar, Sluis 65, mevrouw C.J. van Vliet van Luik, Beatrixstraat 11, mevrouw A. Korenva Muilwijk, De Hoek 6, mevrouw P. Den Oude van Klei, Margrietstraat 47, mevrouw P.E. Stam Brandwijk, Willem de Zwijgerstraat 11 en de heer A. Spek, Roerdomstraat 7. Allen van harte gefeliciteerd met uw vermeerdering van jaren en Godzegen toegewenst aan de avond van uw leven. Ook waren er 3 huwelijksjubilea en dat waren op 6 september het echtpaar van de graaf Houweling 55 jaar, op 18 september het echtpaar Rietveld-Slop Willigweg 7 55 jaar en op 19 september het echtpaar Den Beste Speld De Hoek 18 45 jaar. Van harte geluk gewenst met deze mijlpaal u door God gegeven en wij wensen u zijn zegen en nabijheid toe op uw verdere levensweg. Ook een hartelijk welkom aan onze eenzame, zieke en bedroefde luisteraars. Wij wensen u de trouwe zorg, troost en nabijheid van de Heere toe, ieder in zijn of haar omstandigheid. Allen een gezegend luisterje toegewenst, luisteraars. Het eerste verzoek wat voor me ligt is bestemd voor allen die het moeilijk hebben in kruis, ziekte of zorg. Mogen de Heere u kracht en nabijheid schenken. Dit wordt u toegewenst door Dickie de Groot met de meelevende groet vanaf Sluis. U hoort samenzang uit Groot-Amers met psalm 25, vers 7 en 8. Deze psalm is ook bestemd voor mevrouw J. Bosje Verveer en die wordt u aangeboden namens alle leden van de Vrouwenbijbelvereniging Lydia. Zij wensen u God zegen in het nieuwe levensjaar toe met een hartelijke felicitatie en groet.
Een verzoek dat speciaal bestemd is voor Adriaan Spek. En er staat op: hartelijk gefeliciteerd met je vermeerdering van jaren en Gods nabijheid toegewenst in het nieuwe levensjaar van Arie en Nees Speld. Voor u samenzang vanuit de Lauwenskerk in Rotterdam met Psalm 56, vers 2 en 4.
De echtparen van de graafhouweling Rietveld-Slop en de beste speld krijgen een hartelijke felicitatie en groet van Maaike Hakkersteegd met psalm 47 vers 1 en 4. En Huip van de Graaf vraagt psalm 47 aan voor alle jarigen in de gemeente en wenst hen Godzegen in het nieuwe levensjaar toe. Op het volgende briefje staat voor de heer Spek. Van harte Godzegen toegewenst in uw nieuwe levensjaar en een hartelijke groet van Dickie de Groot. Graag het lied Wilt gij van zonde en schuld zijn verlost, gezongen door Ongeroens.
Mevrouw De Vries, mevrouw Molenaar en mevrouw Van Vliet, wat Gods nabijheid in het nieuwe levensjaar toegewenst met een hartelijke felicitatie en groet van Arie en Neerspelt, roemt nu met nieuwe lofgezangen de nieuwe blijken van zijn gunst, Psalm 33, vers 1, 2 en 11.
Een hartelijke felicitatie en groet van Maaike Hakkersticht voor alle jarigen in de gemeente, met de beste wensen voor het nieuwe levensjaar. Heer, ik hoor van rijke zegen die gij uitstort keer op keer. U hoort het Gene Muidermannenkoor Stereo. Mevrouw de Groot schrijft: Geertje de Vries, Gods genade en zegen toegewenst in je nieuwe levensjaar en een hartelijke groet van Dikkie de Groot. Graag Psalm 17, vers 3, 4 en 8.
Het gedicht is vanavond van een onbekende dichter en er staat boven in droefenis. Moet gij veel en droevig klagen onder zorgen, pijn en leed? Moet gij telkens voorwaarts treden in een weg die gij niet weet? Is het voor uw zielen duister met geen uitzicht of geen hoop? Moest hier u het geluk ontvallen in het wereldse beloop? Eenzaam harte, neergebogen klagend in die droeve staat, omdat hier beneden uw leven altijd in de stelte gaat, en gij niemand het kunt zeggen wat ge aan ellend beleeft, wil uw zorgen dan voor Jezus leggen, die alleen vertroosting geeft. Zielsbedroefden, hij kan helpen, redden uit uw grote nood, blijdschap voor de smarten geven, zalig uitzicht in de dood. Want hij zal het vrede maken. Wat de wereld u niet gaf, ligt daarboven reeds te wachten, want hij droogt uw tranen af. Thank you.
Ik denk aan u, o God, in het klagen uit de landstreek der Jordaan. Maar de Heer zal uitkomst geven, hij die daar zijn gunst gebiedt. Psalm 42, vers 4, 5 en 7 is aangevraagd voor mevrouw Korevaar, mevrouw Den Ouden en mevrouw Stam. Arie en Neerspelt wensen u Gods nabijheid in het nieuwe levensjaar toe met een hartelijke groet vanaf Fortuinplein. En alle jarigen, zieken en eenzamen krijgen deze psalm aangeboden door Teus en Siska Den Hartog. Zij wensen u Gods zegen en nabijheid toe met een hartelijke groet uit de Julianastraat.
op het volgende verzoekje staat: bruidsparen De Graaf van Ouweling, Rietveld Slop en De Beste Speld, wat een zegen mochten jullie ontvangen uit Gods hand. Hij mogen jullie nabij zijn in de avond van uw leven. Met een hartelijke groet van Dickie de Groot. Graag het lied Ik ben reizend naar die stad, gezongen door Ongeroens uit Urk.
Gert en Nel Molwijk vragen het lied Een vaste burcht is onze God aan met een hartelijke felicitatie en groet voor de heer A. Spek.
Een muzikale felicitatie voor mevrouw Molenaar en mevrouw Stam. Klaas en Corrie van der Graaf vragen voor beide dames het lied Er komen stromen van zegen aan en wensen u beiden God zegen in het nieuwe levensjaar met een hartelijke groet. Dit lied is ook aangevraagd door Henk Hendrikse. Hij wenst alle jarige, zieken en eenzame luisteraars Gods onmisbare zegen en nabijheid toe met een hartelijke groet uit de Veste. Mevrouw Den Ouden en mevrouw Stam, van harte Godzegen toegewenst in jullie nieuwe levensjaar met een hartelijke groet van Dikkie de Groot. Zie ons wachten aan de stromen, aan de oever der rivier. Straks zal onze bootsman komen en wij varen af van hier. U hoort Ongeroens. Amen.
hun verzoekje speciaal voor mevrouw de Vries en er staat op: graag willen wij voor onze lieve oma Psalm 84 vers 6 aanvragen voor haar verjaardag op 10 september. Met een hartelijke felicitatie en groet van de familie de Vries uit de Waal. U wordt samenzanger grootamers met Psalm 84 vers 1, 5 en 6.
Nogmaals een hartelijke felicitatie en groet voor de drie bruidsparen van de Graaf Houweling, Rietveld Slop en de Beste Speld. Arie en Neer Speld wensen u Godzegen toe op uw verdere levensweg met een hartelijke groet. U hoort Katwijkse mannenzang met Psalm 103, vers 1, 3 en 9. Thank you.
Adrie van Meerkerk schrijft: graag een muzikale felicitatie voor mevrouw Geertje de Vries, Bob Molenaar, mevrouw Korevaal Muilwijk en mevrouw Van Vliet van Luik. En voor de huwelijksjubileum-echtparen van de Graaf Houweling en Rietveld Slob met het lied Staand op de belofte van mijn Heere en God. Met een hartelijke groet van Adrie van Meerkerk. De toekomst brengen mogen, mij geleid des Heeren hand. Dit lied is aangevraagd door Dickie de Groot en zij wenst mevrouw Korevaar Gods genade en zegen toe in uw ogen ouderdom met een hartelijke groet vanaf Sluis. Dit lied is ook aangevraagd voor de heer A. Spek met een hartelijke felicitatie en groet van Frans en Corrie van Vianen. U kunt luisteren naar het Urke Visserskoor Crescendo. Oh,
is, o Oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. Psalm 139, vers 1, 2 en 14 is aangevraagd voor alle zieke, eenzame en bedroefde luisteraars. Arie en Neespeld wensen u Gods nabijheid toe in alle pijn en verdriet met een warme, meelevende groet vanaf Fortuinplein. Ik wil met u lezen Psalm 19. Een psalm van David voor de opperzangmeester.
De hemelen vertellen Gods eer en het uitspansel verkondigt zijn handen werk. De dag aan de dag stort overvloedig spraak uit en de nacht aan de nacht toont wetenschap. Geen spraak en geen woorden zijn er waar hun stem niet wordt gehoord. Hun richtsnoer gaat uit over de ganse aarde en hun redenen aan het einde der wereld. Hij heeft in dezelfde een tent gesteld voor de zon en die is als een bruidegom uitgaande uit zijn slaapkamer. Zij is vrolijk als een held om het pad te lopen. Haar uitgang is van het einde des hemels en haar omloop tot aan de einde dezelfde. En niets is verborgen voor haar ritten. De wet des Heren is volmaakt, bekerende de ziel. De getuigenis des Heren is gewis, de slechten wijsheid gevende. De bevelen des Heren zijn recht, verblijdende het hart. Het gebod des Heren is zuiver, verlichtende de ogen. De vreze des Heren is rein, bestaande tot in eeuwigheid. De rechten des Heren zijn waarheid, samen zijn zij rechtvaardig. Zij zijn begeerlijker dan goud, ja dan veel fijn goud, en zoeter dan honing en honingzeem. Ook wordt uw knecht door dezelfde klaarlijk vermaand, in het houden van die is grote loon. Wie zou de afdwalingen verstaan? Reinig mij van de verborgen afdwalingen. Houdt uw knecht ook terug van trotsheden, laat ze niet over mij heersen, dan zal ik oprecht zijn en rein van grote overtreding. Laat de redenen van mijn mond en de overdenking van mijn hart welbehagelijk zijn voor uw aangezicht, o Heere, mijn rotssteen en mijn verlosser. De tekst voor de meditatie is genomen uit de berijming van Psalm 19, vers 6 en 7. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht, wat is het vooruitzicht schoon. En vers 7, weerhoud, o Heer, uw knecht, dat hij zijn hart niet echt aan dwaze overdij. Boven de meditatie staat, was, reinig mijn gemoed van mijn verborgen zonden. Psalm 19, vers 6. De dichter weet niet alleen heel precies wat hij vraagt, afwassing van zijn zonden, nauwkeuriger zijn verborgen zonden, en wel door God zelf en niet door anderen, laat staan door eigen kracht. Maar ook blijkt hij precies te weten waarom hij dat vraagt. Met name in vers 7 geeft hij ons daar een antwoord op. Ik vraag dat, zo zegt hij, opdat ik niet weer leeg en verdwaasd uit zal komen. Weerhoud, o Heer, uw knecht, dat hij zijn hart niet echt aan dwaze overdij. De zonden hebben hem geen wijsheid, maar dwaasheid opgeleverd. De stemmen van verzoeking brachten hem geen geluk, geen zegen, maar ellende. Daarom niet meer. En omdat hij er zelf niet los van komen kan, ondanks zijn verstandelijk inzicht dat het niet anders is dan dwaze hoofdwaardij, daarom vraagt hij of God zelf hem ervan wil bevrijden. Weerhoud, o Heere, uw knecht. Maar er is een tweede reden waarom hij van zijn zonden verlost wil worden. Die reden ligt in God. Voortaan wil hij niet de verzoeker, de verleider, maar zijn verlosser dienen, eren. Laat u mijn tong en mond en hart en diepste grond toch wel behagelijk wezen. Dat wenst hij als doel, einddoel van zijn leven. En daarom wil hij van die wegtrekkende, ondermijnende, uithollende en onterende zonde af. Was, reinigt mijn gemoed van mijn verborgen zonden. Ook is er nog een derde reden, eindelijk bevrijd te kunnen zijn van angst en vrees. Want dat is altijd het loon van de zonde geweest, de wrange vrucht, de bittere nasmaak, de vrees voor straf, de vrees voor dood, de vrees voor hel, en ook daarom was reinigt mijn gemoed, dan heb ik niets te vrezen. Ja, het tegendeel van angst en vrees voor vergelding van zijn zonden breekt dan aan, als een nieuwe dag, als morgenrood. Wat is vooruitzicht schoon? Hij, die op u vertrouwt, uw wetten onderhoudt, vindt daarin grote loon. Om al die redenen gaat de dichter in het gebed. Om al die redenen richt hij zijn bede tot God, o bron van het hoogste goed. Was, reinigt mijn gemoed van mijn verborgen zonde. Maar nu dus, wat hij vraagt. Hij vraagt aan God of er iets, ja alles gedaan kan worden aan zijn verborgen zonden.
Merkwaardig, dat staat er speciaal bij, verborgen zonden. Men zou zo kunnen denken dat bij voorkeur gevraagd zou worden om afwassing en reiniging van de openbare, de publieke, de blinkende zonden. Want juist daar krijgt een mens last mee voor het oog der mensen bij kerk, politie en justitie. Maar de dichter vraagt reiniging op dieper, lager niveau, de verborgen zonden. Waarom juist die? De volksmond zegt toch, wat niet weet, wat niet deert. Maar het deert hem wel, ook al weet niemand er vanaf, God weet ervan. En hij zelf weet ervan, en dat is genoeg. Verborgen zonden, die zitten diep, daar kan niemand bij, hij zelf ook niet. En als hij erbij kan, wil hij niet dat ze eruit raken. Wil hij ze niet wassen, niet reinigen. Hij wil de zonde laten waar hij die zelf heeft verborgen, in het hart en diepste grond. Och, Heere, zo roept hij, en tegelijk wil ik dat hart en diepste grond u welbehagelijk zal wezen. Met Paulus ziet hij een wet in zijn leden die strijdt tegen zijn eigen wet, en daarom roept hij de Heere aan, doe het zelf, Heere, was gij zelf, reinig gij zelf toch mijn gemoed. Bidden doet hij tegen eigen vlees en geest in, prijzen doet hij daarmee ook, hij prijst zijn God, want dat gelooft hij dus van hem, dat hoopt hij van hem, genade over vijandschap, reiniging over vuil, verhoring van een zondaar, macht over de machteloze, trouw over ontrouw, en dat God meerder is dan zijn eigen hart. Ja, nog meer, dat God zelf ook de middelen daartoe heeft. O bron, zo roept hij God aan. Met andere woorden, put waarmee ge wassen en waarmee ge reinigen wilt toch uit uzelf, uw eigen bron. Gij hebt Jezus toch, die het toch gezegd heeft, indien ik u niet was, hebt gij geen deel aan mij. Zijn bloed is het toch, dat reinigt van alle zonden, ook van de diepst verborgen zonden. Als hij komt met zijn woord en geest, met zijn genade en zijn werk, dan wordt het vooruitzicht schoon. Als hij mij was en rein maakt, dan leef ik tot uw eer van grote zonden vrij. Als hij het verborgenste in zijn doorboorde handen neemt, o Heere, die mij verblijdt, mijn rots en losse zijt, dan heb ik niets te vrezen. Hoe heerlijk dat één erbij kan bij mijn verborgen zonden.
Het volgende verzoek komt van mevrouw De Groot en ze schrijft: Bob Molenaar, God zegen toegewenst in je nieuwe levensjaar met een hartelijke groet van Dickie De Groot. Graag het lied Eens zal ik mijn Heer ontmoeten, gezongen door Onger Oens. Het echtpaar De Graaf Houweling en echtpaar Rietveld Slob krijgen een hartelijke felicitatie met een jubileum van Frans en Corrie van Vianen met het lied Ik zal er zijn van Cela. Dit lied is ook aangevraagd door het Woord en Daad Comité voor alle jarigen, zieken en eenzamen en wenst een ieder God zegen en nabijheid toe. Waar ik ben, bent u waar.
wat een kostbaar geheim. Uw naam is ik ben en ik zal er zijn. Een boog in de wolken als teken van trouw staat boven mijn leven, zegt ik ben bij jou. In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, ben ik bij u veilig, u die mij ziet. Ja, eindeloos goed. Als ik eens moet sterven, als ik u ontmoet, dan droogt u mijn tranen, u noemt zelfs mijn naam. U blijft bij mij, Jezus,
Gert en Nel Malwijk willen Bob Molenaar van harte feliciteren met haar vermeerdering van jaren en vraagt voor u het lied Majesteit aan en het wordt gezongen door Ongeroens. Zijn liefde zocht mij teder, hij riep mij dag en nacht. Dit lied uit de bundel van Johannes de Heer is aangevraagd door mevrouw de Groot en zij schrijft, Kati van Vliet, Gods genade toegewenst in je nieuwe levensjaar met een hartelijke groet van Dickie de Groot. Thank you.
Mevrouw Molenaar, u wordt hartelijk gefeliciteerd door Jan de Vos vanuit de Wieken in Papendrecht. En hij wenst u een gezegend nieuw levensjaar toe met Psalm 138, vers 1 en 3, met een hartelijke groet. En de heer Terlouw wenst alle jarigen, zieken en eenzamen Gods nabijheid en zegen toe met een hartelijke groet vanaf Fortuinplein.
Het laatste verzoek van deze avond is bestemd voor alle jarigen in de gemeente en het wordt u aangeboden door Adriaan Spek met een hartelijke felicitatie en groet. U hoort het lied Er is een God die hoort.
Luisteraars, we zijn weer aan het einde van deze uitzending gekomen. U allemaal hartelijk bedankt voor het inzenden en het luisteren. En zo de Heer het geeft, hoop ik u de volgende keer weer te mogen ontmoeten aan uw toestel.